Er zit een bijsmaak aan de klachtenprocedure. Het is bedoeld om veiligheid te garanderen binnen onze grenzen en tussen onze muren. Het is niet om iemand van de kast naar de muur te sturen. Dus logisch als mensen op de gang van zaken vuren. Stel, ik ben ontevreden en ik dien een klacht in bij de collega van de oorzaak. Dat biedt geen verzachting. Hoe kan hij neutraal blijven? Een collega lijkt veel op een vriend. Hoe integer is dat, zakelijk gezien? De slager put zijn eigen vlees. De bakker eet zijn eigen croissant. Spelen we dan niet juist corruptie in de hand? Schuif dat argument niet zomaar aan de kant, want een onbehandelde klacht steekt een hart in brand. Ik wil even laten noteren, los van de interessante punten, de officier van justitie is omgekocht met consumptiemunten. Burgers kunnen dan wel een klacht indienen, maar de overheid moet het vertrouwen van de burgers terugverdienen. De klachtencommissie is onafhankelijk, maar pas na een ongemakkelijk gesprek met een agent toegankelijk. Onbevooroordeeld, maar je oordeelt te snel. Op basis daarvan wordt er dan door de burger gereld. 6% van de klagers komt door de eerste barrière. De Happy Few heeft een succesvolle klachtencarrière. De onafhankelijke rechter kan alleen maar adviseren. Dus eigenlijk kan de agent de burgers provoceren. Inderdaad, qua bereikbaarheid is het goed om aan te stippen. Via internet kun je je klachten nog sneller laten skippen. Want dan is er niet eens de luxe van oogcontact. Dus niet direct genegeerd worden, maar via mail. Toch een beetje zwak. Ik ben bereid om op te treden als tolk. Ik benadruk nog één keer. Het systeem ondersteunt het volk. En dat is in principe, want van mijn moeder mag ik niet liegen. Er zijn zeker gevallen van agenten die burgers zieken. Voor sommige boys is de politie de plaatselijke pestkop. Met alle respect, meneer agent, u heeft de verkeerde pet op. Als je je recht wil halen, adviseer ik een lange adem. Ondertussen ben je onveilig en raak je misschien wel mentaal beschadigd. Ook agenten hebben de plicht om zich te gedragen. Er zijn gewoon mensen die door agenten worden geslagen. En als een agent je heeft geslagen en je wilt dat bewijzen, zie dan maar eens jouw gelijk te krijgen. En als het je overkomt, neem dit dan even mee. Jouw woord wordt minder gehoord. Een agent telt voor 2. Tot 10 tellen, want tot 2 dat is niet genoeg. Want jouw wil is niet de wil van het wetboek. Wat was het? Waakzaam en dienstbaar. Meneer agent, de burger is eerder je baas dan jouw dienaar. Respect voor de agent die het gesprek aangaat, die motiveert om te klagen, omdat hij gerechtigheid najaagt. Wat de burgers willen is vertrouwen in de politie. Mij lijkt het een sprookje dat je in werkelijkheid niet ziet. Voor een veilige toekomst moet dat veranderd worden. Dus, meneer de agent, roep de bureaucratie tot de orde. Dankjewel.